Voilà, goedemorgen, middag, avond allemaal, hangt er vanaf wanneer jullie dit bekijken. Ik kreeg vorige week bezoek tijdens mijn les datamining, redelijk onverwachts, van de mensen van Record8, misschien ondertussen wel bekend, de studenten die in hun project proberen om de lectoren te helpen met het opnemen van filmpjes tijdens de lessen en deze dan ook te verspreiden onder de studenten. Het was de eerste keer dat dit bij mij gebeurde en ik moet zeggen, het was een geweldig toffe ervaring. Die mannen hebben me heel goed geholpen, dus wat dat betreft moet je als lector zeker geen schrik hebben van ik ga dit niet kunnen of ik weet niet hoe ik dat moet doen. Die mensen komen u zeker helpen en voor de rest geef je gewoon de les zoals altijd en probeer je zo weinig mogelijk aan de camera en geluid te denken. Het is zeer interessant omdat er toch wel, denk ik, een aantal goede toepassingen zijn. In dit geval ging het over een student die afwezig was wegens ziekte. En deze heeft dus nu achteraf de les volledig kunnen bekijken. Ik heb zelf ook de filmpjes eens bekeken en de kwaliteit is zeer goed. Je krijgt ook je slides te zien, je hoort jezelf ook heel duidelijk. Je krijgt alles te zien wat je op je computer aanwijst, bijvoorbeeld in Excel in dit geval. Dus zeker een aanrader. Dus ik zou zeggen, als je nog twijfelt, probeer het gewoon eens. Je kunt misschien best de mensen van Record8 even contacteren als je dat wilt doen. Voor zover het niet zelf gebeurt, want ik denk dat er nog andere toepassingen te bedenken zijn. Dit was nu ziekte, maar er zijn zeker nog andere mogelijkheden. Een van de mogelijkheden kan bijvoorbeeld ook zijn het uitleggen van een nieuw softwarepakket. Er zijn een aantal collega's die dat al gedaan hebben. En dat is ook zeker een mogelijkheid, omdat studenten dan achteraf eventueel, als het te snel ging, nog eens bepaalde delen opnieuw kunnen bekijken. En uiteindelijk kan je daar als lector alleen maar voordelen uithalen, want als een student de software goed weet te gebruiken, dan lopen natuurlijk ook al de lessen nadien veel vlotter. Dus ik moest misschien niet meer echt overtuigd worden, maar ik was er toch nog niet toe gekomen om het een eerste keer te laten gebeuren. Dat is nu wel gebeurd en ik ben er absoluut van overtuigd dat we deze mogelijkheden hebben en moeten gebruiken en dat deze zeker zinvol kunnen bijdragen tot onderwijsvernieuwing en vooral ook tot de flexibilisering van ons onderwijs. Dus ik kan alleen maar zeggen, Record8, contacteer ze en laat ze ook eens in uw les komen.